Het personeel van het Centrum voor Landbouwkundig Onderzoek CELOS wacht op een uitnodiging van de minister van Landbouw, Veeteelt en Visserij om met de onderhandelingen te kunnen beginnen. Sunil Sugnandan, ondervoorzitter van de CELOS werknemersorganisatie, zegt dat het personeel nog steeds in actie is en het vertrek van directie en stichtingsbestuur eist. De ondervoorzitter sluit niet uit dat de acties verscherpt zullen worden als oplossingen uitblijven. We zijn in actie. We zijn nu, dus vanaf vandaag in principe, zijn we met vakantie de hele week lang. Wij hebben dus de nodige zaken voorgehouden aan de minister. Dus het wachten is alleen maar nu op een uitnodiging, al dan niet een zegel van de minister, wat er allemaal gedaan gaat moeten worden. Maar het is op de borden, op het bordje van de minister dus nu. Het is een kwestie van afwachten nu. We zijn nu in vakantie, dus na die vakantieperiode van een week zullen we waarschijnlijk vroegtijdig of in die periode te horen krijgen hoe verder. Maar vooralsnog, zolang wij nog niets hebben gehoord van de minister, zijn we in actie. Volgens Sugnandan is er tot nu toe ook geen gebaar vanuit het zijde van de directie gekomen. Berichten als zou het personeel het terrein hebben gebarricadeerd en mensen niet hebben toegelaten, klopt volgens de vakbondsman totaal niet. Volgens het actiemodel, ja, klopt. We zijn dus vanaf woensdag zijn we af. We zijn in principe al geruime tijd bezig, maar op een low level. Totdat op een gegeven moment de maat vol is en we hebben toen de acties opgepakt. En we zijn en denken aan verscherping. Indien wij dus uitgenodigd worden of althans van de minister een schrijven hebben ontvangen, want wij van de bond zijn eenmaal 24 uur, wij zijn niet met vakantie aan het werk, zijn we met vakantie, maar de bond niet. De bond is gewoon eenmaal 24 uur ter beschikking. Het personeel van CELOS verwacht spoedig een reactie van de autoriteiten. Sugnandan zegt dat de bondsleden van mening blijven dat de directie moet opstappen omdat die de organisatie naar de ondergang leidt en ook hier ruimte laat voor doorgroeimogelijkheden van de werkers nog voor ontwikkeling van de organisatie.